resistente bacteriën sterker worden. Het infectiedrama hier in het Maastrichtziekenhuis heeft glashelder gemaakt hoe gevaarlijk de uitbraak van de ziekenhuisbacteriën kan zijn. Deze week hebben de dames van de inspectie van het Maastrichtinstituut voor de Volksgezondheid met elkaar overlegd. En ze komen nu met maatregelen om meer controle te krijgen op de hygiëne in Nederlandse ziekenhuizen. Bij 27 overlijdensgevallen in het Maastrichtziekenhuis wordt nu uitgezocht of de ziekenhuisbacterie de doodsoorzaak is. Ook een nieuw soort ziekenhuisbacterie levert de inspectie voor de gezondheidszorg kopzorg. Ja, het gaat om een slimmer en gevaarlijker variant die de laatste jaren aan een opmars bezig is. Daar maak ik ons zorgen over omdat die meer risico met zich meebrengen. In twee opzichten, ze zijn nog moeilijker te behandelen. Ze zitten er veel meer voor bij hele banale infecties. Handschoen aan, schort en een zakvoer. Het kan beter zijn. Maar het gebeurt lang niet altijd. Dus moeten ziekenhuizen zich nu echt beter aan hygiëneregels gaan houden, zegt de inspectie. Die voeren oh, steeds verder. Echt, hè? Ja. Dat we zeggen dat we meer. Wat is dat goed? Wat is dat? Wat doet die? Die richtlijnen daadwerkelijk voor de maatregelen komen te komen. Daarnaast wil de inspectie ook strenger toezien op het antibiotica gebruik in ziekenhuizen. Om te voorkomen dat bacteriën nog resistenter worden. Ook het RIVM, het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, wil zich gaan bemoeien met de ziekenhuizen. Zeker bij grotere uitbraken wil het instituut meehelpen met de bestrijding. Deel gaat het niet goed. En dat is niet de kussen bijten. In die situatie moet je er snel bij kunnen zijn. En moet je ook kunnen zeggen, hoe kunnen we dit samen met jullie oplossen? Dat betekent dat ziekenhuizen het moeten gaan melden als er